Nou, goedemorgen. Het is nu 11 uur Braziliaanse tijd. En onze vlucht zou eigenlijk om 9:45 gaan, maar die is gewoon gecanceld. Ja. En nu gaat hij pas om 4 uur, dus we moeten lang wachten. Ja. Dus we krijgen wel eten en drinken. Maar ja, we zijn niet happy, want het kost ons weer een hele dag. En, ja, het is gewoon zonde van onze tijd. En als we aankomen, moeten we nog 3 uur met de taxi. Dus ja. Hallo! Later! Nou, we lopen al, ik weet niet hoeveel uur rond het vliegveld en we vinden ons dood. We hebben al van alles gegeten, cocktails gedronken, pasta gegeten en nu gaan we maar weer iets anders eten. Ja, een toetje zoeken. Dat is niet te doen. We moeten nog 3 uur. En daarna nog 3 uur met de taxi. Ja. Ciao! Goedemorgen, we zijn nu in Pantanal en vandaag gaan we 2 excursies doen. De eerste is de boottocht en daarna rond 3:30 gaan we de jeep safari doen. Dus jullie zien straks meer. Doeg. Nou, hier zit dus een krokodil van 2 meter afstand. That's why he comes out, he knows to get the fish. Oh, what's that? Oh my gosh. This is the raccoons.
Ook glim. We hebben een date opgespoten, dus we glim. We zijn nog in Pantanal. We gaan straks nog paardrijden. Het is nu 6:00 AM, dus we gaan eerst ontbijten. En daarna gaan we paardrijden tot de uur of 9:30. En om 11:30 moeten we de taxi weer naar het vliegveld, want dan vliegen we naar Maandes. Ja. Dus jullie zullen straks wel meer zien. Is goed, doei doei. Nou, we zijn net gaan paardrijden, we zijn net terug. Ik vond het doodeng. Ik heb wel vaker paard gereden en ik vond het altijd eng, maar dit was ook doodeng. Mijn paard ging elke keer rennen. En nee, ik heb denk ik 3 uur lang in mijn broek gescheten. Ja. Ik heb er niet van genoten. Je was blij dat je weer terug was. Ik was echt blij dat ik terug was. Ik kon echt niet meer. Ik vond het wel leuk. Ja, hij wel. Hij wilde helemaal geen rennen. Ik heb nog nooit paard gereden. Ja. Nou, ik vond het echt bizar. Maar ja, dus ik ben blij dat ik veilig terug ben. En, we gaan zo naar Maandes. Ja, we gaan dus, zo. Het wordt weer een lange reis. We gaan vliegen weer en we komen daar pas 1 uur 's nachts aan. Het is nu 10:00 morgens, ja. Dus het wordt echt weer een lange rit. Dus ja, we overleven het wel. Zo is dat. Doei! Daar gaan we weer! Yeah! Vliegen naar Manaro! Nou, we zaten denk ik al 30 minuten in het vliegtuig. Toen kregen we te horen dat het wiel kapot is. Nu moeten we weer 1,5 uur wachten. Er zat altijd wat in de vliegtuigen. Yep. Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we lopen door de jungle. Ja, daar leren we van alles als we verdwaald zijn in de jungle. Daarna gaan we piranha vissen. En als laatste in de avond gaan we kaimannen spotten. Dus jullie zien het wel. Okay, dit is... We zijn nu ergens aan het wandelen. Gids heeft heel veel te vertellen. En Kelly is heel erg geïnteresseerd in van alles. We kijken naar een boom. Tomorrow in the walking forest, jungle walking, we're gonna see some examples of paranut trees, huge paranut trees that are over 200 years old. Wow. And they have a height from 50 meters, okay. Sometimes 60 meters high. And the shell, paranut shell, when it's ripe, it starts in November, no? November, January, February. When they're ripe, they fall down at night. They fall down at night. Vandaag was het echt een hele rare dag. We zouden eigenlijk eerst door de jungle gaan lopen en daarna piranha gaan vissen. We hebben alle twee niet gedaan. Totaal een andere planning. We snapten er helemaal niks van. Het is heel vaag hier allemaal. Ja. Ze doen gewoon weer als je op dat moment zin hebben. En ja. Dat is ook prima, alleen het was allebei een beetje vaag. Ja. Maar we hebben wel dolfijnen gezien. Dat wel. Dat was wel leuk. Helemaal aan het einde. Roze, echt... dit waren grijze. Grijze dolfijnen. Dus... En dus we gingen uiteindelijk hebben, wat hebben we nou gedaan? We gingen naar een school. Die dicht was. Die dicht was.
Dus toen gingen we maar dieren kijken en planten kijken. Gids bleef maar lullen. We hebben niet eens filmpjes of foto's van, want dat was niks aan. Nee, dat doen jullie ook niet aan. Daarna zouden we gaan, wat gingen we daar ook weer doen? Piranha vissen. Maar dat ging ook niet door. Nee, toen zouden we dolfijnen gaan spotten. Maar in het begin dachten we echt van, oké, dit gaat er echt niet worden. En toen we terugkwamen bij de lodge, toen zagen we de dolfijnen. We hebben 3 uur lang gevaren voor niks. En toen op het laatste stukje zagen we dolfijnen. Dolfijnen. We hebben het op camera. Dat wel. Oké. And so in reality, the jungle is like a bigger supermarket. Yeah. Wait. Watch your step. Hmm? Yeah. When the the water is high. Yeah. The jungle pole dance. Ah, I can. Yeah. For you it's much easier because you are 25, 28. And then nou, vanmorgen zijn we om 4:30 opgestaan voor de excursie van 5:30. Toen hebben we de zonsopgang gezien, dat was wel echt super mooi. En daarna zijn we de jungle tour gaan doen, wezen doen, door de jungle lopen. En hebben ze geleerd hoe je kan overleven en als je malaria krijgt, welke boom je dan kan genezen en zo, is wel heel leuk. En nu zijn we lekker aan het chillen aan het water. Iedereen is weg, ik weet niet waar iedereen is. Laat je even zien. Ik laat gelijk even de receptie zien hier. Kijk. Oh, ik kan de camera niet draaien, denk ik. Nee. Dit is de receptie van het hotel. Het zit aan het water. Je kan alleen per boot de receptie en überhaupt het hotel bereiken. Dus dat is wel heel grappig. Dus om hier weg te komen heb je gewoon echt een boot nodig, anders wordt het heel lang zwemmen. Ciao! Wie? Ah, oh, almost. Ik zag hem. Oeh, again?
Ja, pa. Nou. Even geduld. Monkeyfish. Wow. Monkeyfish. Amazing. Oh my god. Oh. You hit the record. Yeah. You hit the record. The record of fishing. Wow, Rob. We gingen piranha vissen. That's from the family of Piranha Cool. Really? Yeah, from the family of Piranha Cool. Crazy. The grootste vis hier. Yeah, but it's strong, right? Yeah, it's really strong. Van een piranha vissen. En de piranha had zo'n honger dat hij een stukje van mijn duim heeft gegeten. Kijk hier. Gewoon een hele hap. Thanks mam. We gaan hem even wandelen. Ja, dit is ons eigen gevangen vis. Duimpje omhoog. Worm. Take it. Hold it for. Worm. Yeah, it's strong. It's very strong. It's very... Oké. Goedemorgen, vandaag is ons laatste dagje in de Amazone. We vliegen straks naar Búzios, dat is een ander eiland. En je ziet hoe hard het regent nu hier, ja. We hebben echt super mooi weer gehad. En nu dat we weggaan, echt bak uit de lucht, dus we hebben geluk gehad. Ja. Ciao!